onderging u zo pas een artroscopie van de knie in ons chirurgisch dagcentrum? Dit is hoe u vlot herstelt. Een artroscopie is een kijkoperatie onder lokale verdoving via een ruggenprik. U krijgt twee gaatjes in de knie, waardoor de arts met de camera in de knie kan kijken en het letsel meteen kan behandelen. 2 tot 3 uur na de start van de ingreep komt u aan op de kamer. Na de ingreep moet uw been gestrekt rusten, zonder steun onder de knie. Rechtstaan doet u de eerste keer best met de hulp van onze verpleegkundige. Draag voor de veiligheid comfortabel en gesloten schoeisel. Voor u vertrekt, komt de arts nog even langs om de ingreep te bespreken, uw medicatieschema te overlopen en alle documenten in orde te brengen. Klaar om naar huis te gaan? Dan zal onze verpleegkundige het infuus verwijderen. Uw begeleider komt u in de kamer ophalen. Aan de balie krijgt u nog een informatiefolder. Uw begeleider brengt u veilig thuis, want zelf met de auto rijden mag nog even niet. Zorg er ook voor dat u de eerste nacht niet alleen doorbrengt. Doe het de eerste dagen na de ingreep rustig aan. Laat uw been 3 keer per dag gestrekt rusten met ijs op de knie. De wondpleister aan de knie is waterbestendig, dus u mag gewoon douchen. Maar een bad nemen mag pas wanneer de hechtingen verwijderd zijn. Maak een afspraak met de thuisverpleegkundige om dagelijks de voorgeschreven medicatie toe te dienen. Heeft u veel pijn? Neem dan een pijnstiller, zoals paracetamol. Doe thuis de oefeningen die u terugvindt in onze informatiefolder. Het is een goed idee om 3 tot 7 dagen na de ingreep uw behandeling bij de kinesist op te starten. Zo herstelt u vlot en loopt u na een weekje misschien al zonder krukken. Maak een 10-tal dagen na de ingreep een afspraak bij de huisarts om de hechtingen te verwijderen. Daarna kan u rustig beginnen fietsen en kan u snel uw dagelijkse activiteiten van voor de ingreep hervatten. In AZ Herentals doen wij er alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Vertel ons uw verhaal via de tevredenheidsenquête of het contactformulier op onze website.